Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek. Hedenavond heeft u gekozen om ons te bezoeken. Maar hedenavond maken wij ons als gewoonlijk op om weer een pils te gaan pakken. Jullie hoeven je niet opgelaten te voelen bij ons. Nee, doe maar alsof je thuis bent. Jullie zullen heel wat types tegenkomen. Neem dat maar van mij aan. Erika van der Lely van toneelclub UD. Ja? Wat is UD? UD is een toneelvereniging uit Schiedam, Utile Dulci, opgericht op 11 november 1911. Dus een historische vereniging, kan je wel zeggen. Hoe leuk is het nog om nu toneelstukken te doen? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We hebben een hele hechte club mensen. Ik zit zelf al 16 jaar bij deze vereniging. Ik ben ooit begonnen bij de SKVR, zoals denk ik heel veel amateur toneelspeelsters en spelers. En toen ik eenmaal bij UD terechtkwam, wilde ik niet meer weg. En we maken heel graag elk jaar mooie producties. Dan zullen mensen zeggen, ja, wie gaat er nou nog naar een toneelstuk toe? Ja, niet zo aardige vraag, maar toch? Ja, dat is waar. Gelukkig mogen wij altijd rekenen op een hele vaste schare fans. Dus, maar we zoeken natuurlijk altijd graag nog nieuwe toeschouwers erbij en ook nieuwe spelers. Dus dat is ook direct een oproep. Iedereen die het leuk vindt om eens te spelen, kijk op onze website. En nee, gelukkig zijn er nog heel veel mensen die echt van het theater houden. Of het nou is om te spelen of als toeschouwer. Stefan Zeedijk, hij is de regisseur. Stefan, welk stuk gaan jullie opvoeren? We gaan Straat opvoeren. Het is van Jim Cartwright. En het is ooit vertaald door Jules Deelder. Dus die heeft er een heel erg Rotterdams-Schiedams sfeertje ingebracht. Is het zwaar? Is het humoristisch? Is het leuk? Het is ook leuk, maar het is ook triest af en toe. Het is een hele mooie mix van bewoners die in een straat wonen. Met al hun sores en al hun problemen. Maar ook met alle lol die ze hebben. En alle warmte die ze elkaar geven. Dus het is echt een buurtgemeenschap. Maar belangrijk, het moet opgevoerd worden. Er moeten mensen komen. Wanneer is de uitvoering? Aankomende zaterdag en zondag in het Wennekenpand. En de voorstelling begint om 7:45. En 's middags spelen, op zondagmiddag spelen we een middagvoorstelling.